Dames en heren, hartelijk welkom bij een van de meest briljantste spellen ooit gemaakt. Dit spel is echt gewoon nostalgie. Is een van mijn eerste games geweest, ook voor de PC. Zeker de moeite waard om te let's playen. Welkom bij aflevering 3 van Rollercoaster Tycoon 1. Okay, people, let's go to work. En de mensen genieten van mijn park. Ik kan dat voelen, ik kan dat merken. Hun hebben ook een ziel. Ook al is mijn getekend poppetje wat loopt en van A naar B loopt. Ik hoop dat ze wel naar de duurste attractie lopen. Kijk die rij, jongens, bij de achtbaan. Jeetje. Ik ga deze achtbaan 4,50 maken, want dit is echt een successetje. Als ik begin met een park, ga ik sparen voor een achtbaan. Meteen, want achtbanen doen het. Ja, het heet ook natuurlijk niet voor niets Rollercoaster Tycoon, hè? Dat is wel logisch. Maar ja, dan vind ik het wel jammer dat andere attracties niet de kans krijgen om gewoon op te vallen, weet je. Want er zijn ook andere hele bijzondere attracties. Nou, zoals je ziet ga ik dat hier nog een beetje opfleuren. En ik denk dat samen met de achtbaan, dat deze rit in een karretje een van de duurste attracties waren van het park. En ik denk dat dat ook wel te zien is, dat hoop ik. Ik ga het pad wat uitbreiden. Zo, dat gaat wat naar die kant. En dan kunnen we hier nog wat bouwen. Maar ik mis echt geld. En ik heb zoiets van, nou, we halen het zeker wel. Ik start nog even. Ik pak nog gewoon een lening. Ik denk dat dat geen kwaad kan. Een lening moet je natuurlijk uit de uiterste noodgevallen gebruiken. En het spel is ook wat moeilijker gemaakt. Aangezien ik dus... Ja, hoeveel kunnen we lenen eigenlijk? 30.000 kunnen we lenen. Oké. Ik ga niet te veel lenen. Ik leen gewoon 5.000. Nu heb ik 10.000 geleend. Het nadeel is dat ik mijn park, ik kan daar geen prijs bepalen. Het staat altijd op gratis. En dat is jammer, want ja, kijk, ik verdiende vroeger altijd aan het park. Omdat je dan de park maak je dan $50 en dat loop je nou gewoon keihard mis. Ik maak nog wat eetkraampjes hier. Want ik vind dat er te weinig nog in het park staan. Ik doe ook gelijk een drinkkraampje erin. En ik pak ook gelijk een wc'tje. Suikerspin niet. Die vind ik dan weer niet thuis horen bij deze drie. Dit zijn eigenlijk de originele drie kraampjes, vind ik eventjes. Tot nu toe in dit park. Hè? Dat verschilt weer per park. Mensen gaan gelijk naar de wc, dat is goed. En twee lantaarnpaaltjes en een prullenbakje erachteraan. Zo. Oh, ik spoelde hem over. Zag je het? Zo. Tof. Mensen gaan nog gelijk eten en drinken, zie ik. Hier zitten al een paar mensen op een bankje, dat is goed. Hier hebben we nog een plek voor een tweede attractie. Ik haal even snel de bomen weg via die manier wat je net zag. Het clear scenario dingetje. Knopje is altijd heel makkelijk. Wel geldvretend. En ik weet het. We hebben geen nieuwe attractie. Alhoewel, de looping rollercoaster. En wie zou ik zijn? Oh, kijk deze dan. Wel heel duur. Daar heb ik niet eens het geld voor. 10.000. Even kijken. Een goedkope is, ik denk deze. Ja, dit is de goedkoopste. De Turbine. Ik wil hem best wel gaan kopen. Ik denk dat het de moeite waard is. Hebben wij er überhaupt wel plek voor? We hebben er zeker plek voor. En dan gaat hij... Oké, zo. Dit vind ik een hele gave locatie. Je gaat er gewoon onderdoor. Hoe stoer wil je het hebben? Ik ga hem nog eventjes aanpassen. Want ik vind dat wij wel... Waarom kunnen wij dit niet aanpassen? This ride cannot be modified. Ik wil gewoon die uitgang ergens anders hebben. Is dat te veel gevraagd? Kan ik niet... Waarom kan ik die uitgang niet ergens anders doen? Dat is echt heel stom. Kan ik die... Nou goed. Ik wou wat doen. Maar dat gaan we dus niet doen. Ik ga dan het zo maken. Ik maak er wel wat langere track. Dus een wat langere wachtrij. Dan normaal. Zo. Kijk, dat is nog eens een lange wachtrij. En deze gaat gewoon wel de goede padkeuze maken. Zo. Ik denk dat het nog leuker is als we hem zo doen. Ja, dat ziet er nog wel wat leuker uit. Weet je, een trappetje, rechtstuk trappetje. Ik zal jou strappen. Nou, niet zo grof, mensen. Ik maak hem gelijk $3. En hij heeft een trein en we gaan hem openen. En ook met hele mooie kleurtjes. Kijk maar, het is gewoon een hele mooie kleurige achtbaan. Wel jammer dat het een standaard is. Maar het is dus een achtbaan die naar achter wordt gehesen. Zelfs afgeschoten nog. Oké.
Oké, ik snap hem. Hij wordt niet naar achter getrokken en losgelaten. Hij wordt in één keer afgeschoten. Super cool. En daar gaan mensen in. Natuurlijk, diehards. En dan plaats ik heel snel een prullenbakje. Voordat mensen dingen weer weggooien. En een wc'tje staat daar. Dus op zich zou het wel kunnen hoor. Ik vind het een hele leuke attractie. Ik vind hem leuk staan. Ik vind alleen de groene kleur vind ik niet mooi. Dus ik hoop dat ik dat wel kan aanpassen. Hij is een beetje te groen. Ik maak hem wit met zwart. En we doen grijze ondersteuning. Nee, dat ziet er, nou, het ziet er wel apart uit. Want als we nou groene ondersteuning doen, dat ziet er weer zo onrealistisch uit. Bruin zou ook wel kunnen. Kom overeen met het hout wat je ziet hier. Ik doe bruin. Rit in een karretje gaat nog steeds goed. De rij blijft gewoon volstromen. Ik ga die gewoon 3 euro maken. Ja, ik moet ook mijn geld voor die mensen. En deze, hebben ze al klachten? Nee, ze hebben nog geen klachten over het bedrag. Dus wat ik doe, ik maak hem 20 cent duurder. Nou, het reuzenrad zit ook helemaal vol. En de wachtrij staat ook behoorlijk vol. Dus ik ga die even 20 duurder maken. En dan mag maar 1 keer voorwaarts. Nou, er zitten allemaal mensen in. Leuk hoor. Kijk, ze genieten van uitzicht. En waar ze op uit kunnen kijken, weet ik niet. Ze kunnen wel een beetje de achtbaan zien en deze achtbaan. Dus op zich hebben we wel redelijk zicht. Maar voornamelijk kijken, ik kan ook heel flauw doen. En gewoon keihard een boom ervoor zetten, weet je wel. Dan zie je gewoon helemaal niks. Nee, maar zo ben ik niet. Dat gaan we niet doen, hè. Ik ga niet stiekem zo'n boom ervoor zetten. Dat is zonde, weet je. Dat doen die mensen niet aan. En storen je nog steeds aan, trouwens, aan dat dakje wat ik hier heb gemaakt? Ik hoop het niet, want ik heb mijn best gedaan. Dat is een hartstikke mooi dakje. Komen nog mensen binnen? Ja, we hebben genoeg mensen. Ik denk dat ik deze missie sowieso ga halen. Het was ook wel level 1, hè, weet je. Level 1 is niet zo heel moeilijk. Level 1 is gewoon te doen. Het is gewoon niet, het is gewoon, ja, ik wil niet zeggen dat er niks aan is. Want je moet er wel degelijk wat voor doen, maar het is niet zo moeilijk als je denkt. Zo. Allemaal bloemen hier. Allemaal bloemetjes. En eromheen komen dus allerlei leuke boompjes. Zo. Ziet er leuk gezellig uit dit. Vind je niet? Ik vind het hartstikke een beetje knus, weet je wel. Ah, ik vind het wel wat hebben, joh. En mensen zitten ook lekker op een bankje. Zitten heerlijk van een soda te genieten. De jumping fountains are great. Ze zeggen dat die fonteinen super leuk zijn. Ik had het ook niet anders verwacht. Het enige nadeel is dat je dus niet nat wordt, omdat die... Ja, die gaan net over die bezoekers heen, heb ik het gevoel. Hier is nog een beetje koud, hè? Ik weet het. Je hoort ook stiekem al dat cash hoor je binnenstromen in mijn pocket. En daarmee kan ik dus weer nieuwe dingen bouwen. Het gaat goed. Ik vul dit gewoon op met bosjes. Kijk hoeveel mensen uitstromen hier. Dat is natuurlijk van... Ja... Wauw. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe achtbaan het doet. Ik zal zo gaan kijken. Moment. Ik laat zien al wat... Een beetje bloemetjes zo. En wat gele bloemetjes tussendoor. Zo, huppakee. Ziet er gezellig uit. Hij zit helemaal vol, de achtbaan. Ik had niet anders verwacht. Wow, er stroomt allemaal mensen hier naartoe. Ik ga hem gelijk duurder maken. 4 euro. Ik doe gewoon keihard gewoon 4 euro. En er zit al iemand kotsmisselijk hier. Er zit alweer... Ah, dit gaat ook leuk hoor. De thematisatie, helemaal verliefd. De mensen zijn helemaal verliefd. Hebben wij nog een nieuwe attractie die we hebben gekregen? Ik denk het zelf niet. Omdat we hebben de looping rollercoaster is de enige eigenlijk. Informatiekiosk wordt verwacht de 23e van augustus. Dat is dus over 1 dag. Dus ik ga maar snel naar het informatiekiosk. En dat is de truc om paraplu's te verkopen. Wat ik eerder al zei in de aflevering. Ik ga het meteen laten zien jullie. Het is fantastisch. Als je rollercoaster hebt, aan te raden. Yes, hij is er. Komt er. De infokiosk. En daar staat hij. Ik plaats hem. En wat nou handig is. De parkmap. Maak je een euro, maar de umbrella's, die maak je 5, we doen eens gek, 6. Het is te gek, het is te duur, maar mensen zullen het waarschijnlijk kopen. Ik maak ze roze, dat vind ik wel leuk. Mensen gaan ze hoogstwaarschijnlijk, dan hoop ik dat het daar gaat regenen. Ik zie al dat de zon gaat doorkomen. Ik laat natuurlijk ook aan het begin naar infokiosk. En ik heb daar de map gehaald, maar dan laat ik toch nog even zien wanneer het gaat regenen. Dat echt mensen ook die dingen kopen. Dat ik niet de onzin zit te vertellen hier. En iemand kijkt naar de glijbaan, zagen jullie het?
Hier is nog heel kaal, ik weet het. Ik heb hier nog niet echt wat neergezet, wat ik eigenlijk wel zonde vind. Dus ik kan hier gewoon wat boompjes neergooien. Dat het een beetje opgevrolijkt wordt daar. Zo, dan lijkt het wat meer een park. Nou ja, het lijkt toch wel een beetje een park, mensen. Nou, dat ziet er ontzettend goed uit zo, dit park, toch zo? Moet je kijken, een leuk compacte view hier. Ik vind het helemaal mooi. En kijk die rij staan voor die attractie. Daar gaan mensen in, die stormen er massaal in. Ik zei het al, achtbanen doen het goed. Zodra je er één kan bouwen en het geld voor hebt, plaats hem in je park, mensen. Het is zo handig om die tip even mee te krijgen. We hebben ook niet zoveel detail die we kunnen toevoegen hier. Ik verander dit wel in deze. Misschien wel leuk. En deze ook daarin. Ik heb het kleinste park van de country. Heb ik een prijs voor gekregen. Kunnen we hier zien? Waar konden we dat zien? Hier, awards. Tidiest Park Award. Dus we hebben het smalste park ooit. Nou, dat is goed om te horen. En jeetje jongens, wat stroomt het vol met bezoekers. Die looping achtbaan is echt heel gaaf. En deze achtbaan verdienen we ook nog geld mee. Ik hoop dat ik deze $5 kan maken. Is wel echt... Echt, denk bijna maximaal wat je kan vragen voor attractie. Ik maak gewoon attracties duurder. Als ik merk dat de rij korter wordt, dan kan je altijd zeggen van, we maken hem goedkoper. Maar ik denk dat het zo wel lekker loopt allemaal. Rit in de karretje gaat ook nog steeds door. Terwijl die al 3,20 is nu. Gaat lekker. Mensen zijn misselijk. Ik denk dat ik voor de zekerheid even hier een wc'tje neerzet. En het begint al bewolkt te raken. En ik heb denk ik bijna het park uitgespeeld. Want mijn doel is namelijk om, even snel gluren weer. Op oktober jaar 1, dus op het einde van oktober. Nou, september, oktober. Dus we moeten nog eventjes spelen en hebben de map gehaald. En dat halen we in deze video zeker weten wel. We gaan er gewoon voor. Mij lijkt het leuk om hier nog een standbeeldje neer te zetten om wat op te vrolijken. Zo. En twee dolfijnen hier. Gaat dat passen? Hij zegt dat er iets in de weg staat. Al die bomen waarschijnlijk. Oh, dat bosje stond daar in de weg. Zo. En misschien kunnen wij dat pad een beetje zo maken. Zo, het is ook zo lief. Het is een krokodil. Alligator shaped tree. Dus de gevormde krokodillen boompje eigenlijk. En kijk hoe vol het is. Die rij is ongelooflijk. Die staat helemaal vol. Rescue. Ik schrok al. Heb ik hem 20 cent gemaakt. Maar ik had de wc aangeklikt. Ja, die is maar 20 cent. Maar dat is toch geen geld. 20 cent. Kom op. Als je weet wat ik voor die looping heb betaald. Voor die achtbaan. Dan is het wel andere praatjes. Kan ik hem duurder maken? 4,70. Maak hem 5. Gaat dat lukken? 5? Ja hoor, 5 gaat lukken. En ik denk dat hier mensen over gaan klagen dat het duur is. Nee, nog steeds niet. Mooi. Dat is positief. Het schommelschip loopt ook lekker door. Ik denk dat ik het als pretparkbeheerder nog best wel redelijk doe voor dit park. Het ziet er leuk uit zo. Ik zou hier nog ook wat kunnen bouwen. Eventueel voor later in de toekomst. Ik weet niet wat het plan is voor wat ik nog erbij krijg voor attracties. Waar kon dat kijken? Bij de research, hè? Uno. Oké, ze zijn aan het researchen. Ik heb hem op minimum staan. We kunnen wel even normal doen, maar dan krijg je 200 per maand. Is op zich niet heel erg veel, hoor. Je kan er kiezen rollercoasters, water rides zet ik uit, shop zet ik uit, transport rides. Dus ik zet gentle rides en rollercoasters zet ik aan. Dan wordt dat ontwikkeld. Stel je voor, je hebt me nou net niet gehaald. Ik maak trouwens winst, als je hier ziet. Eindelijk niet meer in het rood. Ik haal een beetje hier naar beneden. Dan zien jullie het ook, want een grote facecam staan ervoor. Je kan hier bijvoorbeeld een advertentie plaatsen. En daardoor kan je mensen ook lokken. Mocht je dus denken van, oh, ik ga het net niet halen. Moet nog 14 dagen. Ik ga net die bezoekers niet halen. Dan kun je altijd zeggen van, ik plaats een advertentie. En dan komen de mensen ook massaal door naar je park toe. En dat is hartstikke leuk. Ik plaats hier nog wat rode bloemetjes.
Of een gekleurde, gemixt hier. Want dit is heel eentonig. Zo. En ik mis hier ook nog een paar bloemetjes. Dus die verspreid ik gewoon over het hele attractiedingetje. Samen met deze kleur. Gewoon die standaard kleur. Ik weet dat ik het kan aanpassen. Maar daar heb ik echt geen zin in. Zo, kijk. Het ziet er hartstikke leuk uit. Mensen hebben het hartstikke naar de zin in die attractie. Moet je kijken. Die rijen staan blijven volstromen. En hier ook. Zelfs kots voor de wc. Mensen flikken het om te kotsen voor de wc. Echt hoor. Ik snap daar helemaal niks van. Ga niet kotsen voor de wc. Dat is echt ongelooflijk smerig. Nou, deze attractie mag ook nog wel wat bosjes krijgen. Onder de achtbaan. Dan is het een beetje... Zo. En we zouden ook nog met wat... je zou wat zand kunnen of wat modder kunnen aanbrengen om wat variatie te doen. Zo. Kijk, dat ziet er al wat leuker uit. En waarom plaats ik hier niet wat extra bankjes, dat mensen kunnen kijken? Ik denk dat we kunnen aftellen. En tot we bijna hebben gehaald. Nog 9 of 10 dagen. Spannend, spannend. En die meneer moet kotsen, zie ik. I'm hungry. Ik ga hem snel naar de wc brengen. Dan kan hij daar zijn behoefte doen. Nou, hij loopt gewoon het park uit. Wel met dubbele aantal bezoekers wat we eigenlijk hadden moeten halen. We hebben 250 hadden we nodig en... We hebben er ruim bijna 600. Nou, dat hebben we goed gedaan. Dit is een heel fijn, klein, compact park. En vooral dit stuk. Kijk dan, iedereen zit lekker te smullen hier van eten en drinken. Ongelooflijk. Er wordt flink gekotst. Meneer de handyman, u mag hier schoonmaken alstublieft. Kijk, zo doen we dat. En het is helaas niet. Het heeft helaas nog niet geregend. Ik hoop wel dat het nog gaat regenen. Want ik wil namelijk laten zien hoe het als echt die kiosken. Dingetjes kopen. Ik kan even kijken of er wel dingen zijn verkocht. Ik weet niet of ik het kan zien. Umbrella Souls, 5. Er zijn er 5 verkocht. Ik zei het, ze kopen het. Maar het regent niet, dus ze zijn haast niet verplicht. En hier zijn er 4 verkocht. En wel 83 parkmappen verkocht. Misschien dat die overdreven duur staat. 5 zou kunnen. Maar het wordt wel degelijk gekocht. En als het gaat regenen, geloof me maar op mijn eer wordt, dan wordt het veel gekocht. Dit is een lange aflevering, maar speciaal omdat ik eigenlijk... September wil afronden en het park wil afronden en eindelijk level kan uitspelen. Het eerste level van Rollercoaster Tycoon 1. Maar we spelen het in Rollercoaster Tycoon 2. Verwarring! En die looping gaat ook lekker, jongens. Oh, wat gaat die lekker. De hele wachtrij staat vol. Hier kan je prijzen vragen. Hier kan je echt prijzen vragen. Zodra je deze kan bouwen, gewoon neerzetten. Maak hem 5 euro gelijk meteen in het begin. Mensen kopen het wel. Mensen doen het. Zou ik het zelf doen? Ik vind 5 euro op de kermis kan je toch vragen op een hele drukke zaterdag. Maar in zo'n park, moh. Het gaat regenen. Nou, top. En ik ga het level halen. 2 dingen. Positief. We gaan opletten. Het gaat regenen op onze slaagdag. 12 umbrella's sold. Let op, we gaan kijken naar de aantallen. 13 umbrella's, 14 umbrella's. En hier, hoeveel zijn hier verkocht? 16 umbrella's. Gaat het nog hoger op? Gaat het nog hoger op? Wie biedt meer? 17 umbrella's sold. Allebei 17 stuks. Kom op jongens, koop die umbrella's. 19. Kijk mensen, ik doe hem iets goedkoper. Ietsje. 4,50. Mensen kopen het. Gegarandeerd. Mensen kopen het. En het is oktober. Oh, we moeten nog een maandje. Weet je wat voor het spannende? Volgende aflevering gaan we hem halen, de map. En dan gaan we zien hoeveel mensen het hebben gekocht. En dan gaan we ook het nieuwe level gelijk spelen. Afgesproken. Tot later. Doei doei.